Nou, goedenavond allemaal. Ben ik goed te horen? Goed te horen en te zien. Kijk, dat is mooi. We zullen nog heel even wachten tot er wat meer mensen binnenkomen. Ik zie langzaam maar zeker aan alle kanten mensen binnendruppelen. Dus goeie avond allemaal. Leuk dat jullie komen kijken. Terwijl er wat mensen nog binnenkomen en misschien ook wel mee gaan doen, ga ik jullie in elk geval alvast even laten zien wat we vanavond gaan maken. Ik ga aan de slag met de mooie Daniel Smit aquarelverf en ik ga deze pagina maken. En deze pagina die ga ik maken met twee hele speciale kleuren. Namelijk de Amethyst Genuine en de Kyanite Genuine. Ik zal ze hier even op laten zien. Ik heb ze hier al gebruikt. Kijk. En dat gaat dan om deze bovenin en om deze hier. En waarom zijn dit twee speciale kleuren? Ik moet ze daarvoor een klein beetje scheef houden. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je dat daar een kleine glittering in zit. En dat heeft te maken met het feit dat deze twee kleuren, die komen uit de Mineral Marvel set van Daniel Smit. En deze zijn dus ook gemaakt van echte mineralen. En daardoor een amethyst, die kennen jullie een aantal van jullie waarschijnlijk wel. Dat zijn die paarse kristallen. En die glinsteren ook heel mooi. En daardoor. Als je het, nou, stel eens even scherp zo. Als je de verf hiervan neemt, zitten die glinsteringen die in het kristal zitten, die zitten ook in die verf. En die zal je op je werk, zal je die ook gaan zien. En hetzelfde geldt voor dit gesteente, deze hier. De Kyanite Genuine. En ook daar, als ik het zo schuin hou, kan je het goed zien, zitten glitters in. En zo van een afstandje, als ik de pagina zo heb, dan zie je dat niet. Ze kleuren ontzettend mooi bij elkaar en hebben daarnaast dan ook nog hetzelfde effect. Ook een beetje proberen schuin te houden. Maar dat valt op zich niet mee om dat dan zo op de camera te vangen. Maar als je het gewoon in het daglicht houdt, kan je het heel goed zien. Nou, deze pagina's die kan je natuurlijk in veel meer verschillende kleuren maken. En met veel verschillende soorten stempels. Ik heb bijvoorbeeld ook deze gemaakt. Dat is een hele andere kleuren. En die zijn ook gemaakt met mooie D-lines stempels. Deze pioenen en deze op de andere. Daar heb ik de magnolia stempels gebruikt. En qua kleurstellingen. Heb ik hier bijvoorbeeld nog meer versies van. Ik heb nog een eentje met roze gemaakt. En met blauw.
met roze en bruin. En deze heb ik nooit afgemaakt. Maar deze bijvoorbeeld, daar moet ik nog wat mee doen. Met turquoise en met grijs. En ik hou op zich wel van combinaties met grijs. Dat vind je het leuker om iets heel fels te maken. Dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik hier een voorbeeldje van gemaakt. Daar is de achtergrond van met felblauw. Dat is de Phthalo Blue en de Opera Pink. Die zijn heel, heel fel. En, of bijvoorbeeld deze. Met Opera Pink en geel. Hansa Yellow Medium, meen ik uit mijn hoofd. En wat je met deze techniek ook nog kan doen, is dit zijn Art Journal pagina's, die zijn wat aan de grote kant. Ik heb hier bijvoorbeeld een kaart. Zelfde techniek. En deze is gemaakt met, ik noem het even geel en bruin. Ik meen dat Nuuk & Boji was. En de, volgens mij Yavapai Genuine, maar... En daar zie je dan ook de techniek die ik zo meteen ga laten zien. Die kan je heel goed zien op deze kaart. En ik dacht het is wel leuk om even wat anders te doen. Deze mooie dotsetjes. Die zijn ondertussen best wel bekend bij veel van jullie. En ik hoop dat... ik jullie zo inspireer om ook eens om nog eens wat anders ermee te doen dan wat ik vorige keer met de glaasjes heb laten zien. En daarnaast dacht ik, is het misschien wel leuk om ook even te laten zien wat voor producten er nog meer zijn van Daniel Smit. En dat zijn bijvoorbeeld deze kleine tubetjes. En die worden in twee prachtige sets verkocht. Dat zijn de Flowers & More set, dat is deze. Daar zijn prachtige kleuren in. En je hebt de Designer's Choice set. Nou, ik zal het wat dichterbij houden. Dan kunnen jullie de kleuren ietsje beter zien. Zo. En dit zijn geen... deze setjes worden niet als dotsetje verkocht. Maar die worden in tubetjes verkocht. En zo'n tubetje die ziet er dan zo uit. Bijvoorbeeld hier heb ik de Indigo. Dat is een tubetje van 5 milliliter. En dat tubetje, je kan de verf direct uit de tube gebruiken. Dan verdun je dat uiteraard met water. Je kunt het ook in een napje doen. En een napje, dat... daar komt de hele doos eventjes. Dat ziet er zo uit. En ik noem dit altijd mijn Lego doos. Dat... vinden ze hier thuis, omdat het zo klinkt als je dit zo heen en weer schuift, klinkt het een beetje als een bak met Lego. En dit is dan één zo'n napje. Dat is een klein leeg plastic bakje zoals dit hier. En daar doe je gewoon de verf uit het tubetje. Dat gaat hup uit het tubetje in het napje. En dat kan je gewoon aan de lucht laten drogen. En op het moment dat dat... kijk of ik dit er nou weer zo in krijg. Hop. En op het moment dat deze droog is, kun je dat ook gewoon gebruiken door een natte penseel. Eigenlijk hetzelfde als alle waterverfblokjes. En doe eens het leuks. Je haalt het door de verf heen. En je kunt er, ik doe dat gewoon even hierop, op die manier gewoon mee schilderen. Dus met een beetje water activeer je eigenlijk de verf. En je kunt ermee aan de gang en je doet er echt vreselijk lang mee met zo'n napje. Van één zo'n klein tubetje kun je 2, 3 keer wel zo'n heel napje vullen. En tegen de tijd dat je zo'n heel napje leeg hebt, heb je echt heel erg veel mee, heb je er echt heel veel mee geschilderd. Zeker wanneer je stempels schildert, ik haal dit weer weg nu, doe je er echt wel heel lang mee. En Marianne van de Duif, die heeft voor jullie ook eigenlijk alles bij elkaar in de webwinkel gesorteerd. Waar ik vanavond over praat of wat ik ga gebruiken. En ik zal even kijken, die link erin plakken. Dat wie nou nog een keertje wil kijken welke producten ik heb gebruikt. Dan kan je via de link kan je nog wat inspiratie opdoen. En als het goed is, komt die zo nu tussen de commentaren te staan.
En oh ja, die schrijft, ik had 3 napjes gevuld en zelfs nog iets over. Dus maar ja, mij is het ook nog niet gelukt om een tubetje leeg te maken. Want kijk, dit is bijvoorbeeld mijn indigo. Ietsje verder van de camera afhouden. Nou, daar heb ik één napje mee gevuld, tot aan zijn nek toe vol, zullen we maar zeggen. En nou, daar kan ik inderdaad nog gerust nog een aantal napjes mee vullen. Dus je doet er echt heel erg lang mee. Het lijken kleine tubetjes, dat je denkt van nou, dat is ook niet veel. Maar met aquarelverf, dat verdun je met water en daar doe je zo vreselijk lang mee, dat het echt wel een goede investering is. En nou, dus voor wie bijvoorbeeld al bekend is met die confetti set of de Mineral Marvel set, dan zou je kunnen overwegen van joh, als je de verf prettig vindt om te gebruiken. En ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand zegt ik vind die verf niet prettig om te gebruiken. Maar dan zou je kunnen overwegen om eens te kijken naar een van deze twee setjes. Die dus bestaan uit tubetjes. En dan heb je 12 verschillende tubes. En zijn momenteel ook goed geprijsd in de webshop van de Duif. Dus mocht je nog een leuk verjaardagscadeautje willen vragen, of denken van joh, ik wil investeren in goede kwaliteitsverf, dan zou ik je zeker een van deze twee sets adviseren. En een van mijn favoriete kleuren die ik graag gebruik voor dit soort projecten, dat is de Neutral Tint. Ietsje verder weg. Dat is een grijs. En natuurlijk, ik krijg een kat op visite hier. Het zal niet. Dat is deze grijs. Zo pakt het uit in het echi, zullen we maar zeggen. En die combineert met alles. Die combineert met groen. Maar ook hier met deze rode. Het is allemaal dezelfde kleur grijs. En wat ik er zo mooi aan vind, zijn die verschillende donker- en lichttinten die je ermee krijgt. En plus het feit dat je het in combinatie met alles kan gebruiken, maakt dat een van mijn favoriete kleuren. En dat is op zich wel een beetje bijzonder, want je zou gauw denken aan felle kleuren of opvallende kleuren. Maar ook zo'n grijs is eigenlijk echt een must om in huis te hebben. Genoeg gekletst. We gaan wat doen. Ik heb hier papier wat ik ga gebruiken. Dat is ook nog even handig om te vermelden. Dus het aquarelblok van Schut, Terschelling glad. Daar moet je even op letten. Die gebruik ik voor deze techniek het liefst. Ik heb de 18 bij 24 maat. En dat vind ik een prettig maatje, want dat past namelijk precies in mijn art journal die ik daarvoor gebruik. Dus alleen nog maar een kwestie van gaatjes maken en klaar. En het mooie van dit blok is, het is vierzijdig verlijmd. Dat houdt in dat aan de zijkant, deze is al flink gebruikt zoals je ziet, zitten alle blaadjes aan elkaar vast. Er zit een laagje ook omheen, waardoor het niet doorlekt naar de andere pagina. Moet ik zeggen, bij de techniek die ik nu ga gebruiken, zou het wel kunnen dat je pigment een heel klein beetje doorlekt op de volgende bladzijde, omdat ik ga werken met alcohol en door de alcohol wil je kleur er nou misschien, en het gebeurt mij een enkele keer, wil je kleur wel eens doordrukken. Ik gebruik meestal deze bladzijdes toch voor de volgende art journal pagina en ik werk altijd met vlekken, dus dan valt het toch niet op. Maar mocht je dat heel vervelend vinden of denken van ja, maar als ik een stempel wil kleuren op mijn volgende bladzijde, heb ik liever niet dat die doordrukt. Haal je blad dan los. En als ik straks klaar ben, dan zal ik nog even laten zien hoe je ze makkelijk loshaalt. Voor nu ga ik lekker beginnen. Ik gebruik dus de kleuren Amethyst Genuine en Kyanite Genuine van Daniel Smit. En ik leg dat eventjes hieronder, maar zo. En ik heb hierin 96% alcohol. Ik heb dat gewoon maar even in een borrelglas gedaan. Dat is misschien een beetje gek, maar ik vind dat makkelijk. Ik heb hier een pipet en ik pak dat er zo uit. En dan kan ik daar makkelijk mee overweg gaan. En ik heb een waterspray nodig. Want die waterspray, de alcohol die zal straks reageren. Niet direct, eigenlijk niet direct met de verf, maar die gaat reageren met het water. Waardoor je een heel gaaf effect krijgt.
En daarnaast heb ik dan ook nog een bakje water. Die zet ik hier even aan de zijkant om mijn kwast af en toe een beetje nat te maken. Want ook dat is wel handig. Dus nou, we gaan gauw beginnen, want ik ben alweer een hele tijd aan het kletsen. Ik maak mijn kwast een beetje nat en ik begin hier met wat pigment op te nemen. Ik zal het eerst even een klein beetje in laten werken, want als die napjes, die dotjes droog zijn, dan gaat dat altijd wat minder makkelijk. Als jullie tussendoor vragen hebben, stel ze gerust. Ik ga proberen om alles te volgen en om zoveel mogelijk jullie vragen ook te beantwoorden. En ik zie iemand inderdaad die schrijft: ik heb de tubus met 15 milliliter. Die heb ik ook. Dat klopt. Die worden in de kunstenaarswinkels ook verkocht. Daar zit veel meer in. Nou ja, daar kan je dus echt 6 napjes of wat dan ook mee vullen. Maar dat zijn er wel. Daar doe je echt knoert lang mee. Maar ook de kleine 5 milliliter tubetjes die bij de Duif verkocht worden, daar kan je echt heel veel mee. Goed. Ik heb verf hier op mijn kwastje en ik maak mijn blad een klein beetje nat. Dat is ook nog wel even. Ik spuit daar met wat water. Dan vloeit het allemaal iets makkelijker, omdat ik ga straks alcohol druppelen. En daarvoor moet mijn verf en mijn blad wel nat zijn, anders gebeurt er helemaal niks. Ik wist niet dat je waterverf ook met alcohol kunt gebruiken. Ik ben benieuwd. Ja, dat is echt leuk, let maar op. Ik verdeel eerst de verf over mijn blad. Toen moet ik alleen uitkijken dat ik niet mijn kwast in de alcohol stop. Dat zal ook de eerste keer niet zijn. Dat vind ik niet zo leuk, deze namelijk. Ik gebruik overigens een Kolinsky-penseel van Vincent, nummertje 6. Die vind ik hier fijn voor. En ik breng de verf. Ik zorg dat de verf wel nat blijft. Dus af en toe geen hele plassen creëren, maar wel zorgen dat de verf vochtig blijft. Zo. Krijg je toch plassen, dan hou je die later wel weer weg. Dit is de paarse kleur. En ik ga er nu nog wat van de blauwgrijs van de kyanite ga ik er doorheen aanbrengen. En dat kunnen jullie denk ik net zien aan de onderzijde. Oh, mijn hele scherm is vastgelopen. Mijn beeld, ben ik er nog wel? Zou wel zo fijn zijn. Zo. Oh ja, hij komt alweer. En weg is ze weer. Dan hoop ik toch dat ik nu terugkom. Nee, anders maken we er zo nog wel eentje. Ik zie nog staan welk nummer penseel gebruik je nu. Dat is dus nummer 6. Maar dat kan net zo goed met een 4. Of een, dus net wat je in huis hebt. Nou, mijn verf is nu nat. Mijn blad is vochtig. Je ziet hier en daar een klein plasje. Een klein beetje hierbij. Zo. Ups. En hier. Ik heb trouwens het midden van mijn blad aangebracht en ik heb dat gewoon maar een beetje erop geklierd eigenlijk. Je valt inderdaad soms even weg. Nou, dat is wel redelijk vervelend. Dat heb ik normaal gesproken nooit, maar. Ik hoop niet dat het de hele tijd zo doorgaat, anders dan moet ik hem zomaar eens even van de wifi afhalen. Dat zou misschien schelen, maar ik hou het eventjes in de gaten of het zo blijft. Nu heb ik hier in mijn druppel. In mijn druppelaar, in mijn pipet heb ik alcohol zitten. En ik zie alweer dat je praat te veel en ik werk te weinig. Dus ik maak hem weer even nat. En wat er gebeurt is, als ik hier een druppel alcohol op laat vallen, dan zie je dat er cirkels ontstaan. En die kan je groot maken, die kan je klein maken. Je kunt overal heel voorzichtig. Kun je er drupjes aanbrengen. En zo. Je kunt er ook, zoals ik hier deed, grotere plassen mee creëren. En dit geeft echt een heel erg leuk effect. Het werkt alleen op het moment dat je verf nog nat is. Als het opgedroogd is, want de alcohol reageert met het water, zoals ik al zei, en niet met de pigmenten van de verf. Dus droog is droog. Dus je moet wel een beetje doordruppen.
met de verf. Je kan het niet steeds nat blijven maken, want als het eenmaal droog is, dan functioneert het niet meer zo goed. Ja, dit is alcohol 96% inderdaad. En ja, die heb ik eigenlijk altijd in huis. Ik heb het vorige keer ook met zo'n supervloeibare handdesinfectant geprobeerd. Van goh, zou dat ook werken? Staat ook op dat er alcohol in zit? Nou, dat werkt ook hoor. En dat was 70%. Maar ik heb zelf altijd de 96% in huis, want dan weet ik zeker dat het werkt. Dus ja. Ik vind het zo wel grappig. En wat nu nog ook wel leuk is, is om de stukjes waar het nog nat is, bijvoorbeeld hier. Daar kan je ook met je natte kwast nog weer wat meer pigment in aanbrengen. Dat kan je er gewoon zo in laten vloeien. En dat gaat zijn eigen weg wel. En zo kan je dan ook nog wel weer stukjes wat donkerder maken. Of als je denkt van nou, ik vind hem nog wel redelijk flats, dan doe je het iets ongegeneerder. Dan maak je gewoon hier nog een heel blauw vak. Grijs-blauw, blauw-grijs. Zo. Kun je ook weer een beetje nat maken. Voorzichtig dat je niet alles nat maakt, want dan ga je cirkels weer weg. Laat je er een nieuwe drup in vallen. Kun je daar ook nog nuanceverschillen in maken. Zie je, nou heb ik een heel stuk met wat donkerder paars. En, nou, Elise die weet wat ze morgen gaat doen. Dat is mooi. Ik ook, werken. Is iets minder mooi. Maar ja, moet ook gebeuren. Zo, dan doe ik hier in dit paars ook nog wat. En door een beetje meer pigment erin aan te brengen, krijg je echt wel iets grappigs. Zo, dus ik kom mijn kwast met penseel weer even uit. Die laat ik eventjes hier liggen. Nu moet ik hem even drogen, anders kan ik niet verder. En ik doe dat met een heat gun van Tim Holtz. Ik hou wel eventjes dit uit de weg, want anders dan verdampt al mijn alcohol onder de hitte. En ik gebruik daarvoor deze. Let er niet op, hij is redelijk toegetakeld en smerig, maar hij doet het hartstikke goed. Dus ik vind deze fijn, want deze die blaast niet zo hard. En ik kan je voorstellen als je een heatgun hebt die wel wat harder blaast, dat je dus dit soort plasjes in plaats van dat ze netjes opdrogen op hun plek, dat je verspreidjes over het hele blad heen. Dat wil ik niet, dus ik gebruik heel graag deze. En het moet even gedroogd worden nu, omdat ik anders niet verder kan in de live-uitzending. En dan wordt het een heel lang verhaal van vandaag. Dus ik zal eventjes gauw deze plassen een beetje droog blazen. En mijn papier is nu best aardig gaan bobbelen trouwens, maar dat trekt ook wel weer als je er niet te lang met de heatgun op dezelfde plek zit. Dan droogt dat aardig. Aardig weer op. Zo. Hij is bijna helemaal droog. Hier nog een flinke plas. Ik vind het altijd jammer om. Natuurlijk kan je ook een keukenrol gebruiken om het weg te deppen. Maar als ik dat ga doen, dan ben ik ook mijn pigment kwijt wat ik hier heb. En ik heb hier nou juist net in dit natte wat extra paars ingegooid. En dan wordt alles weer zo egaal dezelfde kleur. En ik vind het nou juist zo leuk dat je al die bobbels en die stipjes ziet. En die kleurverschillen tussen licht en donker. Dus zo. Oké, Ingrid stelt nog een keer een vraag. Die tubetjes worden die niet los verkocht, alleen in een setje. Nee, bij de duif inderdaad staan ze alleen in een set. En de 15 ml tubes, die worden wel los verkocht. Maar die van de 5 ml die ik net liet zien op de samplekaartjes deze. Deze tubetjes die worden bij Hobby Complete Duif worden die verkocht inderdaad in een set. Maar 5 ml tubes zijn ook los te koop. Maar deze set trouwens is ook wel leuk. Die is speciaal samengesteld door. Nou, misschien wilde de dader hiervan zichzelf even melden. Was het niet gewoon Cordien die dat we met mensen samengesteld heeft? Deze voor mensen die graag Flowers & More, voor die graag bloemen schilderen bijvoorbeeld.
En deze met wat meer essentiële kleuren. Dus echt wel de moeite waard. Ik ga gauw verder. Nou, deze is nagenoeg droog nu. En dat houdt dan in dat we ermee verder kunnen. Ik wil heel even kijken. Hij glinstert zo mooi. Maar nou, zo kan je wel een beetje de schittering zien. Oh, ik zie van de duif krijg ik ook nog inderdaad door dat ze wel bezig zijn met de losse tubus. En dat is tof. En er komen in het najaar komen er ook nog leuke setjes uit. Die niet in tubetjes zitten, maar in napjes. En één setje had ik gezien. Die in de link die ik net plaatste, daar staat één zo'n setje staat erbij. En dan krijg je dus al gevulde napjes in een doosje. Dan hoef je niet zelf de napjes uit de tube te vullen. Maar dan ja, is dat al voor je gedaan. Dus dat kan ook gedaan worden. Oh, en Dini en Cordine die hebben de setjes samengesteld, zie ik voorbij schuiven. Ik dacht dat ik twijfelde. Ik denk, nou, zal ik het nou zeggen? Ik denk, nou, ja, doe maar wel, joh. Goed. Nou, deze is droog. En ik heb net al eventjes de glittering een beetje laten zien. En dan is het nu tijd om er ook wat van te gaan maken. Ik haal deze even weg, want ik moet het even allemaal gaan draaien. Want ik heb mijn pagina net liggend gemaakt, zodat jullie het effect wat beter kunnen zien in de camera. Maar het wordt een staande pagina. En voor een staande pagina, want dat vind ik nou eenmaal fijner kijken als je dat in een art journal hebt en je klapt dat zo open, vind ik liggende pagina's, die vind ik er een beetje vervelend in. Dus die mogen wel daar liggen. Vind ik leuk. Ik gebruik zo meteen als eerste wat achtergrondstempels. Want ik gebruik de mooie magnolia stempels. Zo, ik ga het even laten zien. Dat zijn deze. Die zijn van D-Lines. En ik vind deze echt super. En daarnaast heb ik voor die rode pagina die ik net liet zien, heb ik deze met de pioenen gebruikt. Die vind ik ook fantastisch. En vanavond ga ik deze met jullie gebruiken. En het mooie van deze stempels is, het zijn mounted rubber stamps. Dus rubberen stempels die al kant-en-klaar gemount zijn voor je. Je hoeft ze dus niet zelf te knippen, te plakken op van het vieze kleefspul. En vervolgens een hele plakkerige schaar hebben die je nooit meer die je niet meer schoon krijgt. Dat is lekker al gedaan, dus je kunt er gelijk mee beginnen. En ik ga die stempelen op. Ik gebruik daarvoor de stempelhulp van Vase. En die stempel ik op een blaadje. Zo handig. Even kijken waar ik mijn blaadje eigenlijk gelaten heb. Dat is ook wel handig, hè? Zo. Nou, op een velletje aquarelpapier heb ik hier. Dat leg ik klaar. En de stempels, die leg ik erop hoe ik het wil hebben. Zo. Bijvoorbeeld op zijn kop. Ik klap mijn. Zo kan je namelijk een beetje economisch met je papier omgaan als je dat zou willen. Ik klap hem dicht. Ik duw hem even aan. En nou zitten mijn stempels, die zitten hier op de plek. Ik vergeet mijn blaadje vast te zetten met de magneetjes. Zo, ook weer opgelost. Zo. En ik ga deze bloemen stempelen met de VersaFine Onyx Black. Want deze die is goed bestand tegen water. Je zou ook, als je dat in huis hebt, de Stazon Jet Black kunnen gebruiken. Maakt niet heel veel uit. Voor deze techniek en dit papier kun je beide gebruiken. Ik stempel, ik beïnkt de stempels hier. Ja, jullie kunnen het wel zien zo. Die beïnkt ik. Zo. En ik klap mijn stempelhulp dicht. Ik duw dat aan. Dat eventjes overal en nergens een beetje aanduwen. En dan, wat nou zo mooi is aan zo'n stempelhulp. Als ik nu, nou, kijk, zie hier, daar ben ik een hoekje vergeten. Daar heb ik niet genoeg inkt gesmeerd. Hier had ik nog wel wat harder kunnen duwen. Dus dan ga ik gewoon nog een keer met de inkt erop. Zo.
En ik duw hem aan. Hoepatee. En ik heb op precies dezelfde plek nog een keer gestempeld. Waardoor archival kan ook gebruikt worden. Ja hoor, die heb ik dan zelf niet. Maar ook dat is waterbestendige inkt. Laat het wel even goed drogen. Dat is wel handig. Nou goed. Had je nog geen stempelhulp in huis? Dan kan ik je deze aanbevelen van Vase. En waarom? Ik heb zelf ook een andere, maar er zitten van die opstaande randjes op. En stel je voor dat ik een keer op een... Doe eens gek. Hier op een A4'tje wil stempelen. Dan, en er zitten hier opstaande randjes. Dan kan ik dat A4'tje daar, kan ik daar niet in kwijt. En bij deze leg je gewoon je A4'tje eronder. Het steekt aan alle kanten uit nu. Maar ik kan wel, en dat ga ik niet voor het echtje doen, want dan maakt mijn papier vies. Maar ik kan nu wel gewoon op een A4-blad ook stempelen. Dus daar heb ik nu geen problemen mee met deze stempelhulp. En dat maakt hem zo fijn. Nou, deze stempels, die ga ik zo nog een keer gebruiken. Deze die laat ik nu even drogen om te gebruiken op mijn werk zometeen. En ik moet deze losmaken. Normaal doe ik het met een liniaal, maar die is tussen mijn bank gevallen. Dus ik doe het nu maar even heel oneerbiedig met mijn nagels. Daar zijn ze toch nog ergens goed voor, want ik heb die dingen nou eenmaal. En zo. En dat scheurt niet stuk. Dat gaat heel makkelijk. Hier aan de voorkant zit namelijk een kleine inkeping. Dat zag je misschien net van het blok. En ik stopte daar dus mijn nagel tussen. Normaal stop ik eigenlijk zo'n driehoeklineaal, zo'n geodriehoek tussen. En op het moment dat je hier dus iets tussen stopt, dan rits ik hem zo naar de zijkant. Rits je hem zo open en kun je daarmee aan de slag. Ik pak mijn stempelhulp weer, want die heb ik nog steeds nodig. En ik ga... nu is de vraag welke zijkant wil ik gebruiken. Ik denk deze zijkant. En ik ga mijn blad daarin leggen. Mijn bakje water weg, want het kan alleen maar fout gaan. Zo. Ik haal deze even weg. Nu even niet nodig. En ik leg deze even goed. Ik heb ooit trouwens wat extra magneetjes hierbij. Want het is wel makkelijk bij dit aquarelpapier. Het is nog een beetje bobbelig. En dan heb ik dat straks niet. Wat ik nu graag wil, is dat ik die stempels op de goede plek ga leggen waar ik ze straks op mijn blad wil gaan zien. En zo. En ik kan dat gewoon een beetje zo over elkaar stempelen. Dat geeft niet. Even kijken dat het allemaal goed in beeld is. En ik ga steeds verder naar links verhuizen, zie ik. Deze bloem, dat is deze. Die vind ik leuk als die een beetje zo naar beneden wijst. En dan ga ik hem hier ietsje meer naar de zijkant uitkijken. Want ze zijn nog vies, want ik heb ze niet tussendoor schoongemaakt. Dus ik kan niet meer schuiven. Die wil ik hier hebben. En dan wil ik deze, dat is de kleinere bloem. Die leg ik hierboven. Zo, die kijkt, de een kijkt naar beneden en de ander kijkt naar boven, zullen we maar zeggen. En daar ga ik ze stempelen. En waarom? Dat hoeft allemaal. Deze stempel hoeft niet perfect te worden. Eigenlijk zou dat zo. Er zat nog inkt op. En dat heb je met VersaFijn. Die droogt langzaam. Laten we het dan toch nog maar even netjes doen. Oké, vooruit. Zo. Deze die stempel ik hier. Op de plekken waar ik die wil hebben. Hoepatee. Het is geen perfecte stempel, maar dat hoeft ook niet, want er gaat straks een uitgeknipte versie overheen. En die andere twee, hier is mijn ondergrondje, ik zal ze straks netjes schoonmaken. En dan heb ik deze nog, de kleine, die vind ik hier nog leuk, maar ik denk ik wacht heel even met die stempelen, want dan zit je met die randjes, die zitten elkaar in de weg. En die wil ik hier nog hebben. Oep. Klein beetje inkt erbij, dan is die ook maar zo duidelijk als de rest. Oep.
prima. Deze die is gemaakt. En waarom heb ik deze zo gedaan? Want dan kan ik namelijk met mijn achtergrondstempels even rekening houden met waar mijn bloemen zitten. Dat magneetje dat heeft daar even niks meer te zoeken. En qua achtergrondstempels heb ik een aardige verzameling uit de grungelijn van Studio Light. Daarmee kan je namelijk zelf een super toffe achtergrond opbouwen. En ik heb deze grote tekststempel en die komt uit de JMA collectie van Studio Light. En omdat stukjes tekst het ook altijd wel goed doen in zo'n achtergrond, heb deze tekststempel een van mijn favorieten. Die komt uit de oudere grungelijnen. Ja, die is eigenlijk nergens meer te krijgen. Maar als je die in je bezit hebt, denk er nog eens aan. Dan hebben we deze. Dat zijn van die superleuke randjes die je overal langs kan maken. Maar die ook zeer geschikt zijn om als kleine fragmenten in achtergronden te gebruiken. Dus die gaan we zeker gebruiken. En deze die leg ik even hier. Ik ga dit even weghalen, want het wordt een steeds grotere zooi hier op tafel. Ik weet niet of jullie dat ook altijd zo goed kunnen. Rommel maken tijdens het werken, maar ik wel. Dit zijn ook van die randjes. Deze zijn met muzieknootjes en letters en cijfers. Ook leuk. Ik heb, en dan heb ik deze twee setjes nog. En die zijn nog wel. Deze zijn ook nog steeds te krijgen uit de Grunge collectie. Dat zijn achtergrondelementen. Waarmee je echt heel snel leuke achtergronden kan maken. Die leg ik hier even naast. Zo, dan. Ups, ik ben weer met alcohol aan het gooien. Dat lag er ook nog. Kan ik denk ik alles wel zo een beetje in beeld krijgen. Ik gebruik gewoon de VersaFine hiervoor. En dat lukt. Prima, ik gebruik geen stempelblokjes of wat dan ook hiervoor. Ik ga gewoon met mijn handen vies maken en gaan ze brandweer. Ik begin met wat stukjes tekst. En het is voor mij altijd even de kunst om te kijken van, joh, zit dat nou goed? Dat wil ik namelijk nog wel eens ondersteboven stempelen. En als iets natuurlijk vervelend is, dan is het tekst die ondersteboven zit. Dus dan doe ik altijd even op een proefblaadje. Doe ik het zo. Ja, kijk, dit is goed. Ziet er niet uit, maar het lukt. En ga ik als beginnen met wat tekst. Ik druk dat zachtjes, niet te diep, want dat had ik net gedaan. In maak ik mijn stempel een beetje nat. En ik druk hem voorzichtig hier zo af in mijn, tussen mijn bloemen. Je ziet dat ik hier gewoon dwars door die bloemblaadjes heen gestempeld heb. En dat hindert allemaal niet. Want dat zie je straks toch niet meer. En ik doe nog een klein stukje. Pak een ander stukje van de stempel. En dat doe ik hierboven. Oh, een beetje zorgen dat de tekst een tikje recht gaat. Zo. Ja, dan vind ik het wel mooi met deze. Aan de onderkant nog. Dat kan ik anders niet handelen. Als er geen. Er moet altijd iets met drie in zitten. Of. Iets in elk geval evenredig verdeeld zijn, anders dan krijg ik error, zullen we maar zeggen. Zo. En daar een stukje. Dus ik ben begonnen met de tekst en nu ga ik eigenlijk verder met allemaal van die leuke elementjes, ga ik het verder opvullen. Ik vind zelf, even kijken, deze leuk. Dat is die met ABC, het randje en de cijfers. En die stop ik ook gewoon zonder. Dat maakt mij niet uit. Dan word ik vies. En dat vind ik leuk. Zo, die stop ik voor een gedeelte in de inkt. En die leg ik hier eigenlijk zo langs. Ik stempel die af. En ik heb daar een stukje elementen van gebruikt. Laat ik dan die 9. Die vind ik hierboven leuk. En die leg ik hier. Eigenlijk een stukje over de tekst, langs de tekst. Hoep. Nou, dat ging bijna goed. Net geen 9, dat is toch weer net een beetje jammer, maar dat fixen we nog wel. Zo, nou is er wel een 9. Laat me natuurlijk niet in de maling nemen door een stempel. Dat gaat niet gebeuren. Eens even kijken of er ondertussen nog een paar vragen zijn.
Net als Janine even pijltje erop. Oh ja, op die tekststempel. Ja, dat is handig. Ik stempel het gewoon af en dan kijk ik even wat er gebeurt. En dan denk ik, oh nee, hij moet andersom. Of zie nou wel, ik wist het wel. Dat geeft ook een geluksmomentje als je dan gelijk had. Van yes, ik had het goed. En ondertussen stempel ik vrolijk verder op de achtergrond. Met wat streepjes en stipjes en... maak je eigenlijk een beetje je eigen grunge-achtergrond met deze leuke stempels. En zo. En die vind ik hier wel gaaf. Stukje spiraal erbij. Ja, ik heb een beetje misgestempeld. Doe daar dan ook maar zo'n leuk dingie. En alles komt in drieën. Hoppatee. En... deze doet het ook altijd goed. Het is een structuurstempeltje die zo. Stoppen we overal. Maken we daar nog wat van mee. Ik draai de stempels af en toe even. Dan lijkt het niet overal hetzelfde patroontje. Dat is ook wel leuk. En zo bouw ik naar beneden toe mijn stempel steeds verder uit. En je ziet hier dat ik helemaal over die bloemenstempels heen heb gestempeld. En, maar anders kan ik bijvoorbeeld... nu kan ik heel mooi hier deze toch tussen die twee bloemen inzetten. En dat kan ik niet. Als ik niet weet waar ze straks gaan komen, dan kan het net slecht uitpakken. Dus ik vind het toch fijn om die even voor te stempelen op de plek waar ik ze hebben wil. En ik vind dat er nog wel iets donkerders in mag, wat een beetje eruit knalt. En daar gebruik ik dan even... deze stipstempels voor. Zo. Kan hier nog wel een beetje iets heftigers. En nou zou dit nou wel weer eigenlijk een stempel zijn waarvoor ik wel een stempelblokje zou kunnen gebruiken. Maar we zijn natuurlijk ook wel gewoon een beetje eigenwijs. Want ik heb gezegd ik doe het zonder. Dus we doen het zonder. Gewoon doen. Zo. Die doen we hier. Aanduwen. Ja, gaat toch prima zo. En nou, dat zit hier helemaal onder. Zie je straks helemaal niks meer van. Oep. Nou, je kan het met deze stempels kan je het echt zo gek maken als je zelf wil. Ik heb hier nog van die dakpannetjes. Die zijn ook altijd wel wat donker. Wat ook wel leuk is om daar wat mee te doen. En nu ondertussen uit gaan kijken, want ik ben nu eenmaal zwart aan het worden. Dat ik niet overal mijn zwarte vingers weer op mijn werk aan het achterlaten ben. Nou, en ik vind zo de stempel op zich wel bijna wel druk genoeg. Ik vind deze streepjes altijd super leuk. Dus die geef ik nog een paar aan de bovenkant. En hier nog een paar aan de onderkant. Zo, en nou is het aardig genoeg. Ik zat nog heel even te twijfelen. Hier heb je nog ook. Deze zijn ook wat donker. En het geeft namelijk ook wel een goed effect als je er eventjes wat meer zwart in hebt zitten. Maar ik ga het voor nu toch even zo laten. Kan altijd nog later als je zegt van nou, ik wil er toch nog wat meer tekst bij. Of toch nog wat meer zwart in. Dan kan je altijd nog voorzichtig even een stukje van een stempel daarin plaatsen. En ik zit ze allemaal op te ruimen, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Want ik heb ook nog gepakt de Distress Oxide. Want ik ga nu hier in dit gedeelte, dat ga ik ook wat spannender maken. Want dat is allemaal nog best wel saai. Die stempelhulp, die heb ik helemaal niet meer nodig. Zo. Maar ik vind daarvoor altijd die druppels leuk. Deze waterkringen en de stipjes. Die gebruik ik daar graag voor. En bij deze twee kleuren heb ik ook twee kleuren oxide uitgezocht. Namelijk de Dusty Concord en de Stormy Sky. Dat vind ik namelijk twee kleuren die daar heel goed bij passen. En daar gaan we ook nog eventjes mee aan de stempel. Zullen we maar zeggen. En nu al mooi. Oh nou, dankjewel. Jullie morgen. Dat...
Ik vind het altijd zo leuk om te zien wat iedereen er dan mee maakt. Dan heb je het ook niet voor niks gedaan, zullen we maar zeggen. Nou, deze stempel, je ziet hier waarom ik die met Distress Oxide stempel, is omdat die hebben ook een beetje dat matte effect, een beetje dat krijt en een beetje dat niet super fel en indringend, maar dat past zo mooi bij deze kleuren. Dus vooral bij deze combinatie is wel echt een beetje alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. En dat vind ik natuurlijk leuk. Dus zo. Wederom geen stempelhulp. Ik ga gewoon vies worden. Interesseert mij niet. Zo. Ik gebruik ook stukjes van de stempel. Want deze stempel die heeft hier dit gedeelte. En dat vind ik ook een heel leuk stukje als je die een beetje zo eroverheen verspreidt. Oeps, dat was een hele vieze. Zo. Dan hebben we ook nog deze leuke stipjes. Doen we die met de Stormy Sky. En die kun je bijvoorbeeld ook. Dan moet ik hem wel even van mijn stempelhulp gaan afhalen. Want dan zit ik met het randje in de knoei. En zo, daar is die weer. Die kun je ook heel leuk hier nog langs de rand doen. Ik wil ook niet te veel hierop gaan stempelen, want dan ben ik allemaal leuke cirkeltjes kwijt die ik net met de alcohol heb gecreëerd. En dat ik dat net zo goed niet hoef te doen. Dus daar moet ik ook een beetje voorzichtig mee zijn, dat ik ze niet allemaal weer wegjaag. En wegstempel, wegjaag. Zo. Ja. Zo heb ik ook hier nog wat extra structuur in aangebracht. En berg ik de oxide weer eventjes op. Moet even zo. Want mijn tafel is niet heel groot. En ondertussen wel heel vol. We hebben dit weer zo in het midden leggen. En heb ik de stempels gekleurd. Ik heb ze eigenlijk al voorgekleurd net. Stiekem. Ook gezien de tijd. Kijk, ik had hier het blaadje waar ik ze op gestempeld heb. En ik heb hier de ingekleurde versie. Die kan ik nu heel mooi hier op vastplakken. En ik ga je straks wel nog even uiteraard laten zien hoe ik ze gekleurd heb. Het is niet dat we dat zomaar overslaan. Maar dit is dus het idee hoe ik de pagina heb opgebouwd. Dat je de uitgeknipte en ingekleurde stempel, die plak je hier op. Dus super ideaal ook als je per ongeluk een keer iets verpest met stempelen en of met inkleuren. Dat je denkt, oh, wat heb ik dat slecht gekleurd. Of je bakje water valt om. Dan pak het volgende blaadje en het is klaar. Ik ga nu deze eventjes aan de kant leggen. En heel even laten zien hoe ik deze dus kleurde. Ik ga hem niet helemaal doen, want dan zit ze hier morgen nog. Want ik ben wel een vrij slome kleurder. En ik had daarvoor de amethyst gebruikt om in te kleuren. Mijn bakje water die komt weer terug waar ik hem vandaan heb gehaald. En ik begin. Je kan het op verschillende manieren doen. Dan kun je iets omhoog schuiven. Nou, dat zal waarschijnlijk van daarnet geweest zijn. Ik zal er zo meteen op letten. Je kunt dit in hele dunne laagjes opbouwen. Dat is eigenlijk hoe je een aquarel ook maakt. Hè. Je begint met een hele dunne laag. En dan werk je echt van licht naar donker. Maar het kan ook andersom. Als je nou denkt van, joh, ik heb wat minder tijd. Ik moet even snel kleuren. Dan, dat ga ik nu laten zien. Ik begin gewoon met van donker naar licht. Het enige daarin is dat je in een redelijk tempo aan de slag moet. Dat ik pak op mijn kwast redelijk veel pigment. Ik heb niet mijn blad alvast nat gemaakt. Zo. En ik heb mijn keukenrol even nodig om de kwast aan af te vegen. Ja, ik heb redelijk veel pigment in mijn kwast. En daarmee begin ik op de donkerste plek. Nou, ik zal het voorbeeld er nog even bij leggen.
Zo hier. En zoals je ziet, hier, dit is hartstikke donker. Dus daar breng ik veel kleur aan. Het kan zelfs nog donkerder. Je moet alleen een beetje op tempo werken. Dan spoel ik mijn kwast uit. Hup, alle kleur weg. Ik veeg hem even aan mijn keukenrol af. Een beetje. En ik ga die kleur naar boven toe wegbrengen. Ik heb dit te nat gemaakt, dus dan wordt het alweer een beetje lastiger. En zo. En de laatste, ik spoel hem nog een keer mijn kwast uit. En dan veeg ik hem naar boven toe. Waardoor ik hieronder, alleen nu is het wel heel nat geweest, eigenlijk al een goede donkere schaduw heb. Ik ga nog een blaadje doen. En dan doe ik met iets minder water. Mijn verf is nu ook weer wat papperiger hierop geworden. Bijvoorbeeld hier, ik begin heel donker. Breng heel donker de kleur aan. Zo. Ik spoel mijn kwast uit. Ik kan ook nog een blaadje doen hoor, als ik dit snel genoeg kan, maar. En ik ga hier. Een beetje veel water weer. Zo, dit weer uitpoetsen. En ik doe het nog een keer. En dan doe ik de laatste ronde. Zo, nou, dan kan ik zeggen: joh, ik wil hem hier toch nog weer wat donkerder maken. En we gaan er gewoon nog een laagje overheen. Zodat hij goed bij de aanzet van de schaduw goed donker is. En dan is het eigenlijk ook helemaal niet moeilijk om dat op die manier zo in te kleuren. En nou ja, weet je, dit is een manier dat gaat wat sneller qua kleuren. En waarom zeg ik nu, je moet wel doorwerken. Als ik zoveel pigment aanbreng en ik laat dat drogen, dan krijg ik daar dikke randen in. Dan krijg ik dat niet weggepoetst. Dus ik kan nu hier, dan doe ik nog, doe ik dit blaadje zo. Ik breng dit heel dik aan. Dat is prima. Dat werkt ook alleen op aquarelpapier overigens. Als je dit op gewoon kopieerpapier gaat doen, dan is het pigment erin, is het pigment erin. En nou, ik spoel mijn kwast weer uit. En ik verdun de boel naar boven toe. Waardoor je dus eigenlijk constant drie schakeringen krijgt in die kleur. En ik spoel mijn kwast weer uit. En ik werk dus constant met een schone kwast. Werk ik de kleur uit naar boven. En als ik hier te lang mee wacht, en dat is gelijk ook het grote nadeel hiervan. Of als je echt heel slecht papier hebt, dan lukt dat niet. En kijk, want hier is het bijvoorbeeld droog en hier vind ik toch de randjes wat scherp. Ja, dat krijg ik niet meer weg. En dat is daarom werk je normaal gesproken langzaam alles op in laagjes. Maar zo'n live uitzending, als ik dit bloemetje ga kleuren en ik ga dat langzaam in laagjes uitwerken. Ja, dan ben ik een uur verder voordat mijn bloemetje prachtig afgekleurd is. Deze die heb ik ook op precies dezelfde manier gedaan. Daar heb ik hier ook bijvoorbeeld dit blad. Ik ben constant begonnen met veel pigment pakken. Dat op de donkere plekken. Nou, dat is bij deze stempel trouwens super makkelijk om te kijken waar je donker moet kleuren. Want daar zitten al die streepjes al. Dus daar waar al die streepjes zitten, daar breng ik de donkere kleur aan. Hoppatee. Ik spoel mijn kwast uit, dat hij helemaal schoon is. Veeg hem een beetje droog. En ik werk die kleur. Ik laat hem vloeien. Zie je, dan vloeit dat zo mooi uit. Ik moet ook wel zeggen dat dit is echt wel met andere aquarelverven. Want dat is vaak ook wel een ding. Gaat dat veel moeilijker dan met de Daniel Smit. Daniel Smit die vloeit zo fantastisch. Dat merkte ik ook bij het vorige filmpje. Mensen die wilden dat dan met andere aquarelverf ook proberen. En die zeiden van ja, ik krijg toch niet helemaal hetzelfde effect. En nou, welke stempel is dit? Wordt nog gevraagd. Ik zal hem er nog even bij toveren. Dat is deze. Magnolia Moments van de D-Lines. En die zijn te koop bij Hobby Complete Duif. En ik mag zo meteen ook nog een setje weggeven. En een stempel mag ik weggeven met een aquarelpapiertje. Dus daar zullen we zo ook nog eens even wat op verzinnen. Wat we daar voor leuks voor gaan doen. Nou, ik denk dat het idee duidelijk is
hoe ik deze stempel heb ingekleurd. Ik ga het nu natuurlijk niet allemaal afmaken, want dan zijn jullie mij al lang zat. Dus ga ik wel nog laten zien hoe ik hem verder afmaak. Eén ding wat ik heel belangrijk vind altijd en waar ik anders echt niet tegen kan. En dat is misschien mijn probleem en misschien herkennen jullie dat wel. Dat zijn die witte randjes langs die stempels. Als ik dat straks op ga plakken, dat zijn de witte randjes van het papier van het uitknippen. En jullie trouwens nog interesse hebben in een fijn schaartje, dan kan ik dit schaartje van Tim Holtz nog aanbevelen. Daar knip ik graag mee. En waarom? Ik heb best wel grote handen. Niet per se dikke vingers, maar ik vind knippen wel echt een dingetje. Ik hou daar niet van en ik krijg er altijd pijn in mijn vingers van. Maar deze, die heeft van die lekkere grote gaten waar gewoon mijn knuisten in passen. En dat vind ik heel prettig. En er zit toch zo'n leuk fijn puntje aan, waardoor je er goed handig mee kan knippen. Dus dat is heel fijn. En nou, wat ga ik met dit pennetje doen? Dit is de Copic Multiliner. En dit is de eentje met een brushpunt. Maatje S. Hupsakee. En nou, dat is echt een fantastisch pennetje voor dit soort dingen. En voor het fijne werk. Dat ik ga met dit pennetje even de lijntjes zwart kleuren. Ik doe dat vanaf de achterkant van van de stempel. En ik haal mijn pennetje zo even erlangs. Dat de lijntjes, die witte lijntjes, zwart worden. Ik vind dat echt knoert lelijk. Kijk, en daarom doe je dus langs de achterkant als je uitschiet. Ik vind het echt knoert lelijk als dat... als je dat nog ziet. Zo. Hup. Beetje in beeld blijven werken, Ilse. Dat is wel handig. Dan ziet iedereen thuis ook nog wat ik aan het uitspoken ben. En zo'n klein, vooral bij zo'n bloem, waar je dus ook in van die kleine hoekjes hier moet zitten priegelen. Vind ik het echt fijn dat je dan met zo'n klein puntje daarin kunt. Dan weet je zeker dat je niet op de andere kant ook nog viezigheid aan het maken bent. Nou, dat is één. Even een klein beetje tempo maken. Voor de rest. Want ik heb nog meer om te laten zien. Hop, 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 hop. Zo, dat is twee. En de laatste, kijk, en dat is fijn met zo'n klein puntje. Dan kan je zo op, vanuit dat hoekje, kan je zo met je pennetje erlangs. Niet duwen natuurlijk, want dan maak je heel je punt stuk. Gewoon er even langs aaien is meer dan genoeg om dat zwart te krijgen. Zo. Hoppatee. En daar gaat hij. Helemaal mooi. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, is de Copic Multiliner, de Brush S. Zo, schaar weg. Hebben we ook niet meer nodig. Deze, die gaan we opplakken. Hopsakee, met, ja, ik gebruik daar Quick Dry Tacky Glue voor. Die vind ik daar, vind ik prettig. Maar, heb je een andere lijm? Prima, ik vind deze wel handig omdat je deze gewoon in de dop zo neer kan zetten. En dat je niet heel de tijd weer hoeft te schudden en te doen om voordat je lijm eruit komt. Dat is super handig om een beetje tempo te maken. Zo. En die plak ik zo precies op de plek waar die lijntjes zitten. Even goed aanduwen. Een beetje pijn in mijn linkerhand, dus het aanduwen gaat niet zo heel fijn. Dat doen we straks wel. En anders dan smeer ik er nog wel wat lijm onder later. Vast is vast, zou je denken. Ik buig het altijd door dat het aquarelpapier is. Je wilt altijd wel een beetje kronkelen. Buig ik het een beetje recht. Mag ik nog de naam van die stift? Ja, ga ik je zo. Dat is de Copic Multiliner Brush S. Ik zal hem zo nog even in beeld leggen. Dan kan je het rustig overschrijven.
Zo. Nou, dit is één grote kliederboel, want ik smeer er veel te veel lijm op. Dat, zie je straks toch niet meer. Het werk zit toch vol met vlekken. Zo, schuiven we precies op die plek. Even aanduwen. En daar komt de pen. Kijken dat je dat in beeld ziet zo. Nou, dat wil natuurlijk weer niet wat ik wil. Zo. Nou, zo kan je het wel lezen, denk ik. En het laatste bloemetje. Die plakken we hier. Deze ging weer los. Ik denk dat ik hier gewoon een beetje te weinig lijm heb gedaan. Maar dat hindert voor nu eventjes niet. Zo. Nou, je ziet, het begint al aardig wat te worden. En wat ik nu doe... is wat schaduw aanbrengen op mijn... meestal is het handig om even te wachten tot je lijm droog is. Maar dat gaan we nou gewoon niet doen. We gaan gewoon doorwerken. Ik doe dat met een Inktense spotlood. Even kijken of ik daar nog een kleurtje van... Charcoal Grey is dit. Dus eigenlijk gewoon een grijze. Nummer 2100. En wat ik daarmee doe is... ik ga gewoon hier aan de randen van mijn werk... ga ik wat zwarte... grijs, hè? Het is grijs, zei ik net. Ga ik wat kleur geven. Helemaal niet zo netjes. Gewoon op een beetje erin krassen en kriebelen. Ik draai wel af en toe eventjes om wel een beetje langs die rand te komen van die bloem. Draai ik dan wel eventjes mijn werk. Zo, ik ga dat eerst even overal doen en dan ga ik ze daarna uitpoetsen. En dat, dit potlood is namelijk wateroplosbaar. En je zal wel denken van, joh, wat doe je dat slordig? Ja, dat geeft niet. Dat zie je straks niet meer. Is voor mij soms ook lastig, want ik maak ook graag tekeningen. En ik vind realistisch tekenen vind ik ook superleuk. En dan ben je dus heel pietje precies bezig. En ja, nu hoeft dat dus niet. En in het begin dacht ik ook van, oh, ik moet dat netjes kleuren. Maar het heeft echt geen nut om het netjes te kleuren. Want, ik zal hem weer even naar boven leggen. Ik ga nu met een waterpenseel. En ik heb daarvan de nieuwste waterpenseel van Derwent. Die vind ik fijn. Ik heb vaak last van mijn handen. En hier zit zo'n heel licht... ik zal even kijken dat ik niet op mijn werk knoei. Maar zo'n heel licht drukknopje op, zoals je hier kan zien. En dus ook voor degene die een beetje moeilijke handen hebben, zoals ik... is deze heel goed hanteerbaar. En hij is lekker dik. Dus ook ja, als je pennen moeilijk beet houdt. Of weet ik veel welk argument je hebt. Kan je deze fijn gebruiken. En ik ga daar overheen met een natte punt. En even goed met dit kleine puntje in de hoekjes. En door dat gewoon een beetje zo weg te poetsen. Krijg ik die schaduw heel mooi. Zo. Lekker nat maken. En die potloodstreepjes, die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Gewoon met een grijs charcoal grey Inktense potlood. Natuurlijk moet je wel uitkijken dat je dus niet over de bloem heen ratst met je grijs. Dat zou natuurlijk wel een beetje jammer zijn. Ik draai mijn werk ook even om goed in de hoekjes en de gaatjes te kunnen komen. Maar nu heb ik hier dus een mooie schaduw gemaakt. Hier zit lijm. Ik had net veel te veel lijm gesmeerd. Dus ik heb, dan krijg ik het niet goed. Ik zal een klein beetje inzoomen, zodat je nog iets mooier kan zien hoe het uitvloeit. Op mijn zo doe ik het zo. En dan doe ik het bovenste bloemetje. En dat zal ik ook even doen. Dat kunnen jullie nou mooi zien. Hier zie je de potloodstreepjes. Ik neem, daar ging de dop, mijn waterpenseel. En ik begin eigenlijk aan de onderrand. En nu werk ik er zo, werk ik erin. En de potloodlijntjes zijn verdwenen. En ik heb daar een prachtige schaduw. Hier ook, ik draai het een beetje. Zodat ik er makkelijk zo bij kan. Begin van onderaf.
En ik werk zo dat hoekje in. Ik maak het eigenlijk alleen maar een beetje nat. Ik veeg er een klein beetje overheen. En je hoeft er niks meer aan te doen. En het vloeit prachtig uit. Hier ook, de laatste. Ik veeg hem er zo in. En je hebt een mooie, subtiele schaduwrand. Hij is nu nog nat. Dus als hij nat is, is hij altijd iets donkerder. Zometeen als hij droog is. Ik ben hier natuurlijk iets te enthousiast geweest. Nou, dat lossen we ook wel weer op. Een beetje meer water erop. Zo. En de laatste rand hier. Zo. Oh, lekker uit beeld, want ik had ingezoomd. Ik zoom hem maar gauw weer uit, want anders gaat me dat heel de tijd gebeuren. Zo, uitzoomen die kant op beeld. Ja. Goed. Nou, de schaduw is er ook. En je ziet ook echt nu, als je zo van een afstandje weer terugkijkt, dus dat die bloemen die komen naar voren. En dat maakt het nou juist zo leuk. Een van de laatste dingen die ik jullie wil laten zien, is deze. Voor wie deze nog niet kent of in huis heeft, dat is echt een must-have. De Molotow Liquid Chrome Pen. Ik heb hier nu de 4 mm. Die is in verschillende maten hoor. En dit is eigenlijk een pumpmarker zoals ook de acrylmarkers of noem maar op. En ik zal heel eventjes kijken of die nog vloeit. Die pomp je even een paar keer heen en weer. En die van mij, die doet het natuurlijk al. En daarmee kan ik prachtig van die zilveren stippen gaan zetten. En dat is nou zo leuk aan deze. Ik versier daar eigenlijk mijn blad mee. Door op het werk wat zilveren stippen te gaan zetten. En ja, je kan zelf weten waar je dat doet. Of je dat langs de bloemen doet, zoals ik hier doe. Of hier langs de cirkels. Zo. Ik hou hem dan voor de cirkels hou ik hem goed rechtop. En kijk, het is echt chroom. Het is echt shiny zilver. Niet mat, nee, het is echt, echt heel fel. En bij aquarelpapier blijft het dan nog een soort wat... het trekt er nog een beetje in. Wordt hij iets minder glimmend. Maar als je bijvoorbeeld op Hupo hiermee werkt. Wat ook heel erg gaaf is. Ik laat het toch een beetje zien. Hierop. Is dat, dan ligt er echt. Het is echt een chroomlaagje wat je er dan. Wat je dan op je papier krijgt. En dat werkt hierop hetzelfde. En ik kan echt iedereen zeggen. Jongens, deze die hoort echt in je collectie. Ik kan niet meer zonder. Ik gebruik hem overal op. Vooral, en ik vind hem vooral tof met van dit soort stipjes zetten. En dan maak ik er een spiraal in. Vind ik leuk. Zo. Of ik doe hier deze hartjes. Maak ik zilver. Zo. Ja. Zo kan je heel het blad verder vol versieren. En kijk, krijg je dus echt met die zilveren stippen een fantastisch effect. Wat je daar mee kan doen. En welke kleur potlood heb ik gebruikt? Ja, dat was inderdaad, dank je Elise, de Charcoal Grey 2100. Ik zal nog één keer de link kopiëren plakken. Daar staat het hele lijstje. Even met mijn gezicht en mijn arm hier naar de laptop. Via deze link die ik nu in de groep, in de commentaren plaats. Dan ga je naar, als je daarop klikt, ga je naar een lijstje waar alle gebruikte materialen bij elkaar staan. Dus daar kan je helemaal los om te kijken welk kleurnummer was het nou, welke pagina of welke stift was dat nou. Want het is een beetje ondoenlijk om alles in beeld te laten liggen. Want wordt het hier een grote rommel. Als jullie zien wat er hier gebeurd is, dat, nou ja, dat wil je niet weten.
Ik heb nog wat te doen zometeen, maar dat geeft niet. Dit is gezellig. Dus, nou, als laatste vind ik, daar hoort altijd een tekst op zo'n art journal pagina. Een art journal pagina zonder tekst, dat is niet compleet. Plus, ik heb ook nog wel het gevoel, hier mist nog iets. En ik had daar een tekstje voor uitgezocht. Ik heb natuurlijk weer geen idee waar ik dat gelaten heb. Want dat ging over, hier. En die komt uit dit setje van Studio Light. Dat is setje nummer 3 uit de Janine, uit de Mindful Art Collection van Janine van Studio Light. En die van mij, die heb ik gesloopt, want dat valt allemaal uit elkaar als je dat regelmatig gebruikt. En ik had hier een tekstje, sprinkle a little sparkle wherever you go. En dat vond ik een leuke toepasselijke tekst, omdat hier van alles aan glittert. Ondanks dat je dat zo niet 1, 2, 3 ziet. Kijk, je ziet hem hier, zie hem leuk. Maar ook de verf die gebruikt is, daar zitten glinsteringen in. En op die manier vind ik het echt leuk om daar op die manier wat aandacht aan te besteden. En dat je van je tekst dus ook wel wat elementen terugkomen in wat je gedaan en gebruikt hebt. Zo. Kijken dat hij ook recht gaat. Dat is altijd nog het lastigste. Zo. Nou, dat is redelijk recht. Niet helemaal recht. Je kan dit op nog een miljoen manieren uitbouwen. Je kan er nog op spetteren met een Modato, een witte acrylmarker. Je zou het ook met zwart kunnen doen. Je kunt ook met deze liquid chrome pen spetters maken. Ik heb nu voor stippels gekozen. Ik maak er toch hier nog een paar, omdat ik het hier nog een beetje leeg vind. Zo. En de stippels hier, die maak ik door echt mijn pen rechtop te houden. Als je dat niet doet, dan krijg je allerlei verschillende maten stippen. Als je hem goed zo rechtop stempelt, dan gaat dat helemaal goed komen. Nou, heb je dit stickerboekje niet in huis, wat ik ook een fantastisch stickerboekje vind. Deze van Janine, er gaat hier weer van alles mis met washi tape. Deze van Janine, daar zit, dat zijn vooral mindful teksten. It never rains forever. Nou ja, goed, jullie kunnen het zelf ook lezen. Zeg je van, joh, ik vind die wel een beetje zwaar af en toe. Ik zoek liever iets luchtigers qua teksten. Dan kan ik je deze van Marleen van harte aanbevelen. Daar zitten grappige tekstjes in. Soms een beetje tekstjes met een bakkie zelfspot, om het maar zo te zeggen. Of gewoon mooie teksten over dromen, over je doel bereiken. Of grapjes over wijngebruik. Er zit van alles in. Die zijn ook, die kan ik je ook echt aanbevelen om te gebruiken voor de wat luchtigere momenten. Ik heb een aardig tijdje aan jullie gekletst. En ik zie een aantal mensen die vragen, hoe kan ik het filmpje terugkrijgen, kijken, waar is dat? Ja, zeker, het filmpje dat slaan we zo meteen op, hier op Hobby Complete Duif, daar kan iedereen het filmpje terugkijken en ik zal het ook op mijn eigen YouTube kanaal zetten, dat, zodat iedereen die dat leuk vindt het filmpje nog een keer terug kan kijken, want het zou natuurlijk zonde zijn van de tijd en het werk ook, als dat zomaar zou verdwijnen. Dus dat gaan we niet doen. Misschien voor degene die dan laat binnenkomen, nog één keer laten zien wat ik onder andere gebruikt heb. Ik kan niet alles meer terugvinden, maar ik heb deze stempels gebruikt. Ik heb hier een kat die gooit zojuist een bak water over de vloer. Maar goed, dat zien we zo meteen wel weer. Het is wat. Ik weet niet of jullie ook huisdieren hebben, maar die van mij die zijn soms echt vervelend, zullen we maar zeggen. Ik heb deze, de Magnolia Moments van D-Lines, heb ik gebruikt. En ik zou bijna vergeten, ik mocht nog wat weggeven. En daarvoor had ik bedacht om
een kleine prijsvraag. En hij is net al een keertje voorbij gekomen. Maar ik heb in de uitzending, en dan gaan we even kijken wie er goed opgelet heeft. Want ik ga jullie zo een vraag stellen. En ik ga wel zeggen, ik ga straks de winnaar na de uitzending bekendmaken. Omdat het bij mij niet mogelijk is om ver terug te scrollen in de commentaren. Maar dat kan ik wel als de uitzending is afgelopen. Dus vandaar, ik maak wel de winnaar zo meteen bekend na de uitzending. Maar de vraag die ga ik nu stellen. De antwoorden die mogen jullie geven op het moment dat je denkt, yes, ik weet het. En de vraag is als volgt. Ik heb een inktenspotlood gebruikt. En wie hier heel goed heeft opgelet en heel goed heeft geluisterd, die heeft misschien wel onthouden welke kleur en welk kleurnummer ik gebruikt heb om hier met het inktenspotlood de schaduwen aan te brengen. En jullie mogen je commentaar achterlaten hier bij de video. En ik kies zo meteen na de uitzending een winnaar uit alle goede antwoorden. Dus ik wil en de kleur en het kleurnummer. Ik ben benieuwd of iemand dat onthouden heeft. Het is wel een beetje een uitdaging misschien deze, maar. Ik laat de winnaar, die laat ik zo meteen, die zal ik op de hoogte stellen. Ik ga gelijk direct na de uitzending zo meteen de reacties bekijken en het goede antwoord bekendmaken. Dan was ik aan het laten zien welke product ik had gebruikt. Nog even als een korte samenvatting, dat is misschien wel leuk. Deze stempel. De Magnolia Moments. En welke ook super goed bruikbaar is voor een art journal pagina als deze. Dat is de Precious Peony van ook van D-Lines. Ik heb uiteraard de Daniel Smith Mineral Marvels. Confetti. Of de Mineral Marvels dotkaartjes gebruikt. Ik heb ook. Verteld over de kleine tubetjes in de setjes die er zijn. Ik heb jullie laten zien welke kleuren er in die setjes zitten. En ik heb jullie ook verteld over deze fantastische pen, de Liquid Chrome pen. En ja, zo kan ik nog heel veel door. Maar kijk gerust nog een keer de aflevering terug. En ik zie ondertussen wel een heleboel verschillende goede antwoorden al voorbij komen. Dus ik praat nog heel even door, zodat iedereen de kans heeft om te reageren. Wie het weet. Stempelen heb ik gedaan met VersaFine. Of met Stazon. Ik heb de VersaFine gebruikt, maar Stazon is ook prima bruikbaar. Ik heb ook gestempeld met de Distress Oxide Dusty Concord en met Stormy Sky. Ik heb stempels gebruikt. Oh, het is hier zo'n rommel. Stempels gebruikt. De Grunge. Valt van de ellende uit elkaar. De Grunge stempels van Studio Light. En deze setjes. Ik heb stickertjes gebruikt voor de teksten van Janine's Mindful Art. Van Studio Light. Ik heb ook die van Marleen genoemd. Van joh, die kan je ook gebruiken. De techniek zelf heb ik uitgewerkt met een 96% alcohol. En de rommel is nu wel compleet, denk ik zomaar. qua penseel. Dat is deze. Kijk of ik dat nog een beetje scherp wil stellen. De Vincent uitgelezen Kolinsky. Nummer 6. En nou, dat is wel echt een heel fijn penseel. Omdat daar zit een mooi puntje aan. Zo. Mooi. Fijn, een prettig puntje. Maar je kunt er nog ook aardig oppervlaktes mee bewerken. En ik ben nu aardig uitgekletst, jongens. Hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb om de volgende keer. Hiermee aan de slag te gaan. En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie resultaten natuurlijk ook laten zien. Want dat geeft mij dan ook het gevoel dat ik hier niet voor niks op zit te kletsen. En maakt er wat moois van. Ja.
En bedankt voor toch ook een gezellige avond. Ik heb lekker in mezelf lopen kletsen, maar ik hoop dat ik jullie vragen goed heb kunnen beantwoorden. En nou, tot de volgende keer. En de winnaar van de prijs, die zal ik zo meteen bekendmaken op de groep van Hobby Complete Duif. Zal ik een berichtje schrijven met wie er heeft gewonnen. Fijne avond. Succes met terugkijken. En nog een keer een fijne avond. Doeg!